Zo, mooi plekje, hè? Zo. We hebben hier afgelopen nacht overnacht. Ja. En gisteravond gebarbecued. Daar zo. Superleuke plek. Maar we dachten, het is weer tijd voor een beach house update. Want we hebben gehoord dat jullie het leuk vinden om het een beetje te volgen. Ja, we hebben al superleuke reacties gehad van jullie, dus hartstikke leuk. En nou ja, we zijn inmiddels weer verder met het huis. Ja, week drie is het nou, hè? Van de verbouwing, hè? Van de verbouwing, ja. Dus er is in de afgelopen weken weer mooie dingen gebeurd. Ja. Het huis heeft ook al wat meer kleur gekregen, dus dat gaan we je ook laten zien. Nou, het is ook wel fijn om te zien, in de eerste week was het alleen maar afbreken. Ja. We hadden er nog maar vier muren over. Ja, ja, precies. Maar ze zijn nu weer een beetje aan het opbouwen. Ze zijn nu echt aan het opbouwen, dus dat is mooi. Ja. En, nou ja, veel gebeurd. Maar het is wel grappig, want we hebben in het verleden ook wel wat oude video's gemaakt. Vlogjes, toen we net de sleutel hadden. We waren super blij en enthousiast. Ja. En we waren ook zo... Nu niet meer. Ja, nee, nu zijn we ook enthousiast. Ja. Maar het is grappig als je er nu kijkt. We waren toen zo enthousiast dat we bijvoorbeeld ook een hele keuken hebben laten tekenen. Ja. Maar in ieder geval, we zaten in een soort van rollercoaster. En het was nog maar dag 3 dat we de sleutel hadden. Ja. Maar het is wel leuk om heel even naar dit fragment te kijken. Oké, even een flashback. Dag 3. Toch, Stijn? Rollercoasterdag. De rollercoasterdag. Ja, inmiddels hebben we, even zo, 3 bouwers op bezoek gehad. Ja. Vanmiddag is er nog een architect langs geweest. Ja. En inderdaad, in ons hoofd gaat er van alles door ons heen. Maar heel veel geleerd, weer. Heel veel. Ook heel veel helderheid gekregen en ook... Heel veel verwarring gekregen. Verwarring, maar ook een heel groot inzicht. Wat dan? Hoe belangrijk een team is. Ja. We hebben echt een team nodig, dat is duidelijk. Voor het huis, hè, om te verbouwen. Ja. Focus je op je expertise, dat is wel weer duidelijk. Gewoon. Ja. Gewoon, maar kijk, natuurlijk kun je het allemaal zelf doen, alleen het duurt veel langer. Ja. Vaak wordt het minder goed. Ja. Dat is wat we leren nu met het huis. Ja. Weet je, ook ga niet de rol spelen van een architect of zo, of je plannetjes zelf tekenen en opmeten en zo. Ja. Nee, zoek gewoon de mensen op die talent hebben. Ja. Dat is wel, en straks, we hebben nu, dus we gaan nu afrekenen, gaan we naar een keukenspecialist. Keukenspecialist, die heeft dus een hele mooie keuken ontworpen. Nou, dat gaan we vanuit. Dat weten we nog niet. Nee. Hij was wel, vorige week zijn we langs geweest en echt goede indruk achtergelaten. Dus ik ben benieuwd. Hij gaat met een 3D-tekening komen. Ja, ik weet in ieder geval zeker dat wij het niet zo snel als hem hadden kunnen doen. Ja. En ook niet zo goed. Nee, dat weet ik wat hij ook al heeft gemaakt nu, dat hadden we nooit voor elkaar gekregen. Dat is al de eerste winst. Ja, dus we gaan eens kijken. Nou, ben benieuwd. Oeps. Ja, wat ook wel heel leerzaam was, is dat we iets te snel dus naar die keukenspecialist zijn gegaan. Ja. Want, nou ja, goed, in het proces, wij zaten heel erg in hokjes te denken, gewoon hoe het huis is. Ja. En op een gegeven moment ook met de architect, ze zei, want we hadden dus een U-vorm laten tekenen door de keukenspecialist. En waren wij heel blij mee. Ja. Alleen op een gegeven moment zei de architect van, hey, deze muur kunnen we eruit halen. Ja. En wauw, toen ontstond er opeens een open keuken. Ja. Parallel. Dus toen dachten we, wauw. Dus en dat ook was, die achtermuur is eruit gehaald. Ja. Naar de patio toe. Veel meer licht naar komt er veel meer licht binnen. Naar binnen. Ja. Maar dit is wel mooi om te zien, dat proces, weet je. Dit is onze eerste verbouwing ooit. Ja. En we laten ons gewoon verrassen. En een belangrijk inzicht is gewoon om hele goede mensen om je heen te hebben. Want wij hebben niet de expertise. Nee. Wij hebben niet die inzichten. Maar zij wel. Ja. Ja, dat is mooi. Dat is mooi. We, ons doel is telkens om open te staan voor de ideeën. Exact. En dan zeggen we, dat is een goed idee. Ja. Ja. En wat vond jij eigenlijk van mijn idee van mijn tegeltje? Ja, dat vond ik heel goed. En ook dat jij heel erg door hebt gezet. Want we konden die tegels telkens niet vinden. Nee, we waren best wel lang op zoek naar een geschikte keukentegel. Gaan we voor een kleur of houden we toch basic? Ja. En toen op een gegeven moment was er een nieuwe collectie. Ja. En toen dachten we, ja, hier gaan we voor. Ik vind het mooi groen. Ja, dus nou, in het volgende, mooi groen. Oh, dat is ook nog leuk, ja. Ik vind het blauw. Ik vind het groen. Ik vind het blauw. Ik hoor graag van jullie. Wat vinden jullie? Ja, en eigenlijk ongeacht of het nou groen of blauw is, vinden jullie het mooi? Ja. Ja. En dan nog, ja, het zit er al op. Kijk maar. Wij vinden het wel mooi. Zien. Ja, dit gaat eraf, hè? Ja, dat is lijn. Oh! Ja, dit zit tussen tegeltjes, daar als bescherming. Dat is cool, hè? Dat is mooi, hè? Dat wordt dus de keukentegel. Vroom. En dan helemaal zo tik, 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 tik. Tot aan het aanrecht kan ik lekker knoeien. Kan Stijn lekker knoeien. Maar wel een mooie beachstijl, hè? Ik vind wel een coole beachstijl, ja. Ja,
ontzettend blij mee. Heel blij mee. Heel mooi. Check, check. Nou, naast goede mensen om je heen hebben, is het ook belangrijk om gewoon ja, toch wel veel lol te hebben. Ja. Want het gaat echt met ups en downs. Ja, je hebt het gewoon met de verbouwing. Het is onze eerste verbouwing, maar we hebben gewoon te maken met tegenslagen. Weet je, het wordt gezegd, maar nu weten we, ja, dat is zo. Je denkt dat, nou, bij ons valt het wel mee. Bij ons valt het wel mee, inderdaad. Maar er komen toch dingen oppoppen. Ja, we zijn toch wel voor verrassingen komen te staan. Ja, op een gegeven moment moest er een nieuw riool gelegd worden. Ja. Ja. Dus ja, dan ga je daarin mee. We moesten ook de patio, dat wilden we verlagen. Ja. Hè, om een gelijkvloers te krijgen, dat het allemaal wat veiliger is, makkelijker is. En toen moest het verder uitgegraven worden. Ja. Dus dat is... Maar ja, toen gingen ze zo ver uitgraven dat misschien wel andere muur zou kunnen omvallen. Dus die moest weer verstevigd worden. Ja. En zo kom je van het ene in het ander. Ja. Maar goed, het is allemaal opgelost. En het is ook gewoon belangrijk om een beetje nuchter naar te kijken. En ook gewoon wat lol te houden, toch? Ja, tijdens het shoppen, toch? Ja, ja, dan moet je het dan maar uithalen. Ja. Zo, ons verwend, hoor. Hoppakee. Met een? Een douche. Een douche. Kijk eens. Geïntegreerd. Hey. Mooi. Cool, hè? Cool. Ja, dus die ga jij installeren. Ja, dat is heel makkelijk. Je hoeft alleen maar deze is plakbaar. Oh ja. Nee, gewoon met een tapeje. Dat doen de bouwers. Maar die hadden ze nodig. We moesten hem nu snel halen, want ze zijn al bezig. Ja. Er moeten leidingen getrokken worden. Ja, daarom. Worden. Dus hoppakee. Hoppakee. Hey. Je lijkt net dat je gaat racen. Gaat dit jouw nieuwe hobby worden? Ja. Zullen we die meenemen? Ga je lassen? Ja, jij bent de timmerman en ik ben de lasser. Ja. Cool. Nou, neem mee. Proost. Dat ondertussen de pakketjes binnenkomen. Ja, de buurman heeft aan. Alleen, ze zijn niet thuis. Ja, de buurman heeft aan. Ja. Dat is aardig. Ja, dat is super aardig. We zijn naar deurenwinkels geweest. Vooral deuren eigenlijk hebben we bekeken. Veel deuren. Veel deuren. Mag geen deur meer zien. Nee. Deur van mijn kop. Zo plat als een deur. Ja. Oh ja, van de week was trouwens ook nog. We hadden een bad besteld, maar dat was blijkbaar niet het goede bad. Nee. Dus die moesten we terugbrengen. Ja. En nou, toen kregen we bezoek, spontaan bezoek van een vriend van ons. Superleuk. Superleuk. En toen dacht Stijn, weet je wat? Die zet ik gelijk aan het werk. Ja. Je moet, dus dat hebben we ook geleerd. Bezoek dat komt, dan moet je benutten. Dus kom lekker langs bij ons, maar weet dat je benut wordt. Toch, Sander? Ja. Het belangrijk, Sander. Sander komt even op bezoek, hoor. Zie je dat huis? Ik heb wordt gelijk aan het werk gezet. Ja, doe meteen aan het werk, jongen. Zie je ook dat het in de camper is? Ja, ik denk dat ze het wel kunnen zien, ja. Ah, je maakt een video. We hebben toekijkers. Zo, is lekker. Hey. Ja, maar bedankt voor het helpen, Sander. Ja, voor een goede plek hier zo. Ja, ja, je ligt er goed bij. Lekker, zal ik maar rijden, Stijn? Dan kun jij blijven liggen. Ja. Kun jij blijven dobberen. En doe hem tot de helft vullen. Ja. Dan moet je netjes rijden. Ja. Inmiddels zijn er heel veel vrienden, kennissen, buren langs geweest om ons huis in real life te bekijken. Wel opvallend, ze zijn allemaal maar één keer langs gekomen. Oh, ja, omdat jij ze aan het werk zet. Nee, grapje. Nee, we hebben natuurlijk ook vrienden en familie uit Nederland. Ja, hoe laat je die zien? Nou, via WhatsApp bellen. Dat is natuurlijk nu tegenwoordig super handig met videobeeld. En nou, Stijn die laat vol trots het huis zien. En met hier en daar een grapje. Oké. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Kijk, dit is de zandbak para niños. Voor de kinderen. Ligt al. Y para siesta también. Y siesta. Maar dit wordt eigenlijk de salon. En dan hebben we dit helemaal open gegooid. En die deur, dat gaat er ook uit. Nou, dit is dan heel het dakterras. Open. Dus dan hebben we hier de keuken en die zit dan aan onze patio. En hier, we moesten een nieuw riool aanleggen. Ik had zo lang op... Hey, hier stopt hij nou. Ja. Ja, ik drukte hem opeens op stop. Oh. Maar je moet je zin dus nog even afmaken. Wat zei je? Ik weet niet meer. Omdat ik... had ik er zo lang op gezeten dat hij verstopt geraakt was? Nou, dat was jouw grapje, maar... Nou, we weten niet waardoor het kwam. Waarschijnlijk de vorige bewoners. Ja, maar hij is vervangen, hoor. Ja, dus
flinke dikke leiding. Ja, dus de bouwen... kunnen er tegenaan. Precies. En jullie ook, ja. Mochten jullie het gaan huren in de toekomst. Ja. Maar in ieder geval, de bouwers hebben echt ondertussen super werk verzet. Dat hebben ze ook gezegd. Het is natuurlijk belangrijk om tijdens de bouw ze ook gewoon te vertellen dat het goed gaat. En ook om ze een beetje op te peppen. Ja. Dus dat doen we ook. Ik heb ze van de week een banaantje gegeven. Huppakee, wat energie erin. Kunnen cool. En daarvoor was ik ook nog een keer langs geweest om ze een dadelsnackje te geven. Het was alleen een beetje vroeg voor ze, maar ik zeg, geen probleem. We zetten het gewoon neer en dan kun je het later van genieten. Maar dat zag er zo uit. Nou, die man is verrassend. Ja. We zijn nog een beetje zo te horen. Goed. Hola. Tengo un regalito. Ah, gracias. No lo sé ahora. Para vosotros. ¿Después? Después. Para mí después, yo ahora no como ya. ¿Ah, no? Sí, sí, sí. Es un, después. Bombo. Muy bien. Later dus, een beetje vroeg. Straks bij de koffie om 11 uur. Ja, en dit was ook nog een mooie. We hebben dan nog geen brievenbus. Maar we hadden al wel post. Ik ben benieuwd. Vrijdagmiddag. De bouwers hebben even vrij. Ja, die zijn nog vrijdagmiddag vrij. Kijken wat er nu is. Hey! Wat? Post! De post? Ja. Oh, wat lachen. Post. Nu al, in dit huis, post. Tadaa! Kaartje! Hey. Wat staat erop? Nieuwe woning. Nieuwe woning. Nu al. Woning is het nu. Hij moet nog iets nieuwer worden. Hartelijk gefeliciteerd. Van wie is wel die? Leuk trouwens, wel heel Spaans dit. Ja. Met die, en het is van mijn ouders. Hey, dat is leuk. Na een beetje geduld, nu dan eindelijk wordt het na verbouwing jullie paradijsje. Hopen gauw resultatie. Nou. Heel, heel veel liefs. Nou, cool. Dat is cool hè? Ja. Nou, wat lief. Ja. Dankjewel. Dankjewel, parents, bij deze. Ja, dus zoals je hebt kunnen zien, we zijn druk in de weer met het beach house. Het is nog niet af, maar wat wel mooi is... Het gaat de goede kant op. Het gaat zeker de goede kant op. Wat wel mooi is, dat zagen we van de week, is dat de buitenkant is wel zo goed als af. Ja. En daar hebben we echt wel een hele mooie video van gemaakt. Dan zie je dus eigenlijk de zonsondergang. Ja. En tegelijkertijd de maan. Dus dat willen we graag met jullie delen. Voordat we dat laten zien, willen we je bedanken weer voor het kijken. Ja. En als je het een leuke video vond, geef natuurlijk even je likeje. Wil je natuurlijk weer meer updates van het Beach House? Ja. Laat het weten, want dan weten we of we weer een leuke video voor je kunnen maken. Ja. En dus... was het nou groen of blauw? Dat wil ik natuurlijk ook. Willen we ook natuurlijk nog even weten. Of vind je het cool? Vind je het mooi? Ja. Laat dat weten in een reactie. Oké, hierbij... het mooie uitzicht. Geniet ervan. En tot de volgende video weer. Ciao, ciao, ciao. Adios.